Hey, hallo iedereen, dit is Gunther terug van het Aasterskersthuisje. Deze keer heb ik een video voor jullie waarin ik wil aantonen hoe we een complexe vorm als model in X-Slides kunnen brengen. Zoals jullie weten zijn er sommige modellen reeds voor geprogrammeerd, zoals de bomen, raam, omlijstingen en noem maar op. Maar in dit voorbeeld wil ik eigenlijk mijn sneeuwvlok die ik met pixels gemaakt heb voor dit jaar in X-Slides als model brengen. Hoe gaan we dit nu doen? Dat is eigenlijk vrij simpel, het is wel een beetje werk. We openen een Excel bestand. Even, ja. In Excel, waar we sowieso al eigenlijk een raster automatisch krijgen. Ik ga dan nu wel iets aanpassen van breedte. Ik ga een 100-tal lijnen nemen. Verticaal. 100. Zo. Ik ga die iets smaller maken. Ongeveer naar 3,5. Oké. Voilà. Nu met de CTRL-toets ingedrukt te houden en met de muis te scrollen, de kleine scrolltoets op de muis, kunnen wij eigenlijk ons raster vergroten en verkleinen. Zo. Oh, dat is iets te klein. Ja, prima. Dus wat gaan we nu doen? We gaan onze foto daar invoegen. Invoegen. En onder invoegen vinden we een mogelijkheid om een afbeelding in te voegen, maar dat gaan we niet doen. We gaan eerst eigenlijk een vorm invoegen. Een rechthoekvorm, zo. Gaan we die aanduiden waar dat die moet komen. Dat zal zoiets ongeveer zijn. Je maakt die vorm eigenlijk naar de hand van de foto die je gemaakt hebt. Maar kan altijd aangepast worden door hier naar die uit te rekken. Goed, eens we onze vorm ingevoegd hebben, gaan we met de rechtermuisknop even op klikken. We krijgen een menu en we gaan de vorm opmaken. Klikken erop. En dan krijgen we hier nu verschillende mogelijkheden. Wat voor ons van toepassing is, is de opvulling met figuur of het bitmap patroon. Klikken die even aan. En dan kunnen we hier ons bestand kiezen. Onze foto even op klikken en invoegen. Ik ga deze even op kant zetten. Wat dat we nu zien. Wacht, ik ga het even sluiten. Wat dat we nu zien, ja, de foto is een beetje uitgerekt naar beneden. Dat is geen probleem. We kunnen die hier naar de juiste vorm brengen eigenlijk. Zal ongeveer zoiets zijn. Ja, prima. Goed, waarom hebben we nu eigenlijk eerst die vorm gemaakt? Even met de rechtermuis terug op de foto klikken, afbeelding opmaken, de opvulling. Als we nu hier op de schuifknop van de doorzichtigheid gaan werken, gaan we zien dat ons raster eigenlijk zichtbaar wordt door de foto. Zie je? Dus we kunnen die zodanig instellen dat ons pixels eigenlijk perfect zichtbaar worden en ook het raster. Iets meer. Oké, prima. Zo. Die gaan we sluiten. Als we nu even hier met onze muis klikken, werken we vanaf hier dan verder met pijltjes toetsen. Nu, in mijn geval heb ik hier de eerste pixel, die start hier en gaat dan zo verder rond, keer terug, gaat verder op de deze. Dus al die pixels die erin zitten eigenlijk, in dit geval zijn dat er 157 als ik niet mis ben, gaan we die nu eigenlijk een nummer gaan geven. Dus dit wordt pixel 1. 2, pixel 3,
4, 5, 6, 7 en 8. Pixel 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. Er zit uiteraard wel een beetje werk aan, maar als je het gewoon op het zicht zou moeten doen, vrees ik dat het echt in mijn geval toch een ramp zou worden. 25, 26 en deze 27. Dus nu zien jullie eigenlijk al de eerste 27 pixels van dit stuk zijn klaar. Dus ik ga dit nu even afwerken en gaan we zo meteen door met de video. Goed zo, oké, eindelijk. Zoals jullie zien heb ik alle pixels kunnen aanduiden, dus elke pixel heeft een nummer gekregen. Ik ga even een beetje vergroten, zodat jullie het beter kunnen zien. Oh, vergroten dus. Dus jullie zien ongeveer op de plaats waar de pixel zich bevindt, heb ik het nummer in de Excel sheet aangebracht. Goed, eens we hiermee klaar zijn eigenlijk, ik ga wel even het werk opslaan. Moest er toch iets fout gaan, dat ik niet opnieuw moet beginnen. Snowflake document opslaan. Goed, dus eens dat klaar is, kunnen we de foto eigenlijk verwijderen. Gewoon op delete. En we zien eigenlijk dat de nummers min of meer de vorm van onze snowflake gaan volgen eigenlijk. Goed, hoe gaan we die nu in X-Lights inbrengen? Dus we gaan even naar de... Oké, ik zit in de opleiding, dat is goed. We gaan naar de layout tab. En we gaan een nieuw model toevoegen terug. Terug bij models. Nieuw model. Ons model naam. Snowflake. Oh. Het model wordt een custom model, zoals ik al zei. Nu gaat hij natuurlijk de breedte van het model en de hoogte vragen. Hoe kunnen we dat nu gemakkelijk te weten komen? We gaan terug onze Excel-lijst openen. De rijen die niet gebruikt worden, dus jullie zullen zien hier, dit is de eerste. De eerste rij eigenlijk die gebruikt wordt. Die andere rij gaan we even verwijderen. Zo. En onze eerste pixel komt van boven te staan. Oké. Dus kunnen we hier al zien. 1. Onze laatste pixel staat op deze rij. Ja. Dus onze hoogte wordt sowieso al 78 pixels. Die gaan we al even invoegen. Model height 78. Oké. Moeten we nog de breedte weten? Hoe kunnen we dat gemakkelijk te weten komen in Excel? Heel simpel. We nemen de eerste pixel zo. Dus dat wordt 1, 2, 3. Als we die hebben en we selecteren die. Zo. Kunnen we van hieruit, ik ga het even vergroten, oké, dat zal iets makkelijker zijn, onze
verste pixel is eigenlijk op deze lijn. Dus 1 voorbij die 94. Ik had er iets kleiner zetten. Oké. We gaan deze uittrekken tot die lijn waar we komen. Ik dacht dat het deze was. Ja. Goed, en we zien dat ons model eigenlijk, even checken. Ja, dat klopt. Dat ons model eigenlijk 45 pixels breed is. Of 45, sorry, geen pixels, maar vierkantjes. Goed, geven we die ook even in. 45. Voilà, en we krijgen hier... ons werkblad 78 hoog. En ja, heeft ze ook weer in Excel, maar die is 45. Goed, eens dat dat klaar is, kunnen we eigenlijk ons model gaan kopiëren eigenlijk. Dus we starten vanaf hier. Zo. En we werken tot de uiteinden. Voilà, ik heb alles mee. Prima. Even kopiëren. Oké, terug naar X-Slides. Aanduiden. Oh, even zo. Plakken. En onze Snowflake staat in X-Slides. Dat is niet gemakkelijk te zien zo. Ja, toch. Misschien iets inzoomen. Zo, kunnen jullie zien dat hij eigenlijk klaar is. Startkanaal kunnen we nog altijd aanpassen. Dat weten jullie. Het laatste model, het laatste kanaal, hier start het. Als jullie bijvoorbeeld, jullie matrix is kanaal 2000 bijvoorbeeld, dan start jullie Snowflake of jullie ander model op kanaal 2001 en de output blijft gelijk. Oké. Snowflake. Oké, even sluiten. En we zien hier onze sneeuwvlok eigenlijk. Die we dan kunnen verkleinen, vergroten. Dus jullie zien wel degelijk dat er eigenlijk dat de vorm toch vrij goed gelukt is. Zo, alweer een nieuw model toegevoegd. Hebben jullie vragen hierover? Dan hoor ik die uiteraard graag op onze Facebookpagina Inleiding tot RGB. Inleiding tot RGB DMX, ja, een groep voor iedereen. Hè. Goed, bedankt voor jullie aandacht en tot later. Dag.